De motie van Partij van de Arbeid raadslid Bilal Badri over de gemelde overlast van deelscooters in Schiedam is aangenomen door de gemeenteraad. Deze scooters zouden overlast zorgen vanwege de manier waarop ze frequent geparkeerd zouden worden. We spraken hierover met Bilal Badri en Jon van Sliedrecht van D66. Ja, onder overlast. We hebben niet zo lang geleden zelfs een paar keer meegemaakt dat er scooters, als het ware deelscooters, gewoon midden in de sloot worden geplemd, gedumpt. Meerdere scooters naast elkaar geparkeerd. Ja, je hoort soms ook wel, je struikelt er bijna over die scooters, die zie je zo vaak. Dus wij dachten van als PvdA Schiedam, daar moeten we dus als politiek ook een antwoord op hebben. En daar hebben we ook meerdere keren naar gevraagd tijdens verschillende vergaderingen en recentelijk zelfs schriftelijke vragen ingediend. En als antwoord daarop kwam van het college dat ze bezig zijn met het invoeren van een vergunningsplicht voor de aanbieders van deelscooters. Er is het laatste jaar eigenlijk heel veel te doen geweest om deelscooters. Die waren nieuw in Schiedam en die zagen we ineens op plekken staan waar je geen scooters verwacht. En vaak stonden ze gewoon verschrikkelijk in de weg. Kon je er niet met je rollator langs. Nou, dat was heel vervelend. Daar ben ik in het voorjaar mee bezig geweest. Vragen gesteld aan het bedrijf. Vragen gesteld aan de wethouder en dat ging beter, maar het gaat nog niet altijd even goed. Dus wat nu geregeld gaat worden, is dat de wethouder, de algemeen plaatselijke verordening, dat is zeg maar de lijst met spelregels van hoe gedragen we met elkaar in Schiedam en wat mag wel, wat mag niet, die wordt aangepast en daarin wordt rekening gehouden met niet alleen deelscooters, maar ook met fietsen, scooters. Het is gewoon breder. Maar ook dat het duidelijk is voor de gebruiker. Want kijk, het is wel gek dat je een boete kan krijgen voor het verkeerd aanbieden van je huisvuil. Maar dat we hier niet echt een antwoord op hebben. Als er bij wijze van twee, of niet een heel duidelijk antwoord, als er twee of drie scooters naast elkaar geparkeerd staan. Bij wijze van, of net zoals in dit soort gevallen, een heel smal straatje waar je moeilijk langs kan. Wanneer gaat nou zo'n scooter overlast veroorzaken? Dat wordt er ingezet. Ja, en dan hadden we dus pas in de raad een motie van de Partij van de Arbeid die de wethouder ertoe opriep om dat te gaan doen. Maar ja, dat had hij al twee keer toegezegd. Dus die motie, die vonden wij als D66 overbodig. Want ja, als je al twee keer van de wethouder hebt gehoord van joh, dat gaan we doen, dan hoef je hem niet nog een keer op te roepen om het te gaan doen. Dus dat is de reden waarom wij hem niet hebben gesteund. Is dat erg? Nou nee, dat is niet erg. Andere partijen hadden zoiets van, nou ja, de wethouder heeft het wel gezegd. Maar wij vinden dit wel sympathiek, dus wij steunen hem wel. Per saldo is de uitkomst natuurlijk gewoon hetzelfde. Die algemeen plaatselijke verordening, die gaat aangepast worden op die deelscooters. We moeten er geen heksenjacht van maken. Je moet er met elkaar een beetje mee leren omgaan. En dat lukt goed, het gaat al beter. Dus, en nogmaals, op het moment dat iemand echt zijn scooter fout parkeert, dan kan ook zo'n eigenaar, hè, dus het bedrijf van de deelscooters, kan zo'n persoon erop aanspreken. Lukt dat niet, dan kan het contract opgezegd worden wat ze hebben met zo'n deelscooterbedrijf. En als we het dan ook verder nog goed regelen in de APV, ja, dan is prima. En dan denk ik dat we met elkaar de komende jaren heel veel plezier kunnen hebben van, zoals ze dat dan noemen, die deelmobiliteit. Dus deelscooters, deelauto's, et cetera.